jongens, daar ben ik weer. Het is nu een paar dagen verder en mijn camera is nu opgeladen. Alles staat klaar en we kunnen verder gaan. Ik moet jullie wel eventjes bijpraten, want wat ik heb gedaan na de opname van wat jullie net hebben gezien, heb ik nog heel even doorgespeeld. Want ik wilde gewoon heel graag nog wat geld ophalen, of geld verdienen eigenlijk. En dat heb ik gedaan door opdrachten te doen en ik heb zoveel geld opgehaald dat we een nieuw paard kunnen kopen. Vandaar dat ik nu hier bij de ponymarkt ben. We gaan er eentje zelf creëren. En ik heb nu dus 426 muntjes euro. Nou ja, daar kunnen we een heel leuk paard van maken, denk ik. We gaan gewoon even kijken hoe ver we komen. Ik ben echt super blij dat ik nou zoveel geld heb. Dus je moet even nagaan hoeveel opdrachten ik heb gedaan en zo. En we gaan nu dus een paard, deze is mooi, zelf in elkaar zetten. Oh, dit is een Arabier volgens mij. Die ziet er best mooi uit. Maar ik wil nu wel echt een beetje een ander paard dan dat we al hebben. Nu ik dit film is de eerste aflevering al online gekomen. En de meningen waren heel verdeeld. En ik had ook gevraagd wat voor ras jullie gaaf zouden vinden. Ja, dat was niet heel duidelijk naar voren gekomen wat jullie wilden. Heel veel mensen vonden de Connemara wel heel mooi. Die is ook zo echt heel mooi. Maar ik wil vandaag even geen schimmel. Even kijken welke van jullie meer mooi. Volgens mij vonden mensen ook deze mooi. Die is ook heel leuk. Maar ik wil eigenlijk gewoon zelf een paard gaan creëren. En ik dacht misschien is het leuk als ik een bekend of beroemd paard maak. Zoals Noora. Ja, oké, ze is niet extreem bekend of beroemd. Maar hier in YouTube Nederland onder de paarden-YouTubers is ze wel bekend. En Marley van Feline is ook leuk om te maken, dacht ik. Want het is ook gewoon een speciaal paardje. Die kunnen we ook gaan maken. Alleen bij hem zat ik wel van, ik weet niet zo goed welk ras ik dan het beste kan pakken. Want hij is een fjordkruising Lewitzer of zo. Maar ik vind die fjord niet zo heel erg op hem lijken. En Marley heeft meestal ook wat langere manen. Dus dan zou ik eerder een andere bouw kiezen. Maar ik zit eigenlijk van, het is leuk om Noora te maken, maar ook leuk om Marley te maken. Dus ik weet het nog niet zo goed. Ik denk dat deze eigenlijk ook wel goed is als bouw voor Marley. Laat ik die maar gewoon gaan maken en dan kunnen we zo meteen zien of het een beetje mooi is uitgepakt en of ik hem wil gaan kopen of niet. Dus ik zie jullie zo weer. Zo, ik heb Marley gemaakt en ja, ik vind hem op zich wel goed gelukt. Het is best wel lastig. Ik heb wel de foto's van Feline en Marley even bij me gehouden. En ik vind hem best wel redelijk gelukt. Ik zit alleen te twijfelen over zijn kleurtje of die meer zo mag. Maar ik vind dit dan veel te rood eigenlijk. Dus dan, ja. Maar ik zit dus eigenlijk nog te twijfelen of ik hem wel echt ga kopen. Ik vind Marley het echt heel leuk hoor. Maar ik heb het nu dus over het spel. Ik denk dat ik Noora nog eventjes wil uitproberen. En ik heb net ook eventjes alles opgeschreven hiervan. Dus als ik zo meteen Noora heb gemaakt, kan ik Marley heel makkelijk weer opnieuw maken. Dus dan ga ik Noora nu ook maar eventjes proberen te maken. Zo, ik heb Noora nu ook gemaakt en dit was wel wat lastiger omdat ze die goede markering van haar hoofd niet hebben. En dat is gewoon echt het speciale aan Noora, die rare bles van haar. dus dat was wel jammer. Dat, dat maakt haar niet zo Noora, deze pony hier in dit spel. Dus wat ik ga doen is denk ik eventjes op Instagram vragen welke van de twee jullie het mooist vinden.
En dan hoor ik dat zo meteen. Ik heb het op Instagram gevraagd en de meesten gingen voor deze pony. En dat begrijp ik heel goed, want dit ziet er gewoon veel leuker en speelser uit dan de Noora versie eruit zag. Want die was ook niet helemaal gelukt vanwege die bles. En ik heb deze net ook nog even geprobeerd op de Fjord. Maar ik vond het op deze pony toch wel leuker. Ik denk dat hij zo wel prima is. Hij lijkt er niet helemaal op, maar hij ziet alsnog wel oké uit. En het viel me op dat hij helemaal niet zo duur is. Dus we kunnen zo meteen nog, ja, of nog een paard kopen. Maar ik denk dat we best gewoon leuke spulletjes kunnen gaan kopen. Want dan hebben we twee paarden. En we kunnen altijd later verder nog een paard kopen. Dus deze gaan we nu. Die zullen we denk ik ook gewoon Marley noemen. Ja, mij lijkt het wel grappig. Marley is een mannetje. En we moeten ook nog eens de persoonlijkheid uitkiezen. Dat vind ik altijd zo lastig. Ik ga denk ik maar weer gewoon voor sterk. Zijn verjaardag weet ik niet, dus ik denk dat ik gewoon maar iets doe. Gewoon april of zo. En dan 1 april. Maakt ook niet zoveel uit. Ja, die willen we kopen. Yay! Yay! Nou, nu hebben we 2 paarden, jongens. En we gaan meteen dan maar even bij de stal kijken hoe dat eruit ziet als er 2 ponies staan. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Alleen Storm met die voorpluk, dat ziet er echt nog steeds niet uit. Maar dit vind ik er wel echt heel leuk uitzien. Oh, echt heel leuk. Maar ik wil dus eigenlijk eerst leuke spulletjes gaan kopen. Nieuwe zadels, dat soort dingen. Want we hebben nu best veel geld. En dan kunnen we ook eventjes kijken of dat nou klopt met dat sommige spullen je paard gezonder maken en zo. Dus we gaan even kijken. Zadel. Nee, die vind ik niet zo mooi. Hier, dit is van de geluksset. En hierdoor kan je volgens mij eerder zeldzame dieren en speciale items tegenkomen. Deze zorgt weer voor dat je paard heel schoon blijft. Even kijken. Deze zorgt weer ervoor dat je paard niet zo snel ziek wordt. Die ziet er ook wel cool uit. En deze zorgt weer voor dat de energie van je paard hoog blijft. Ik vind het echt heel lastig. Oké, ik ga sowieso voor dit zadel, want die houdt je paard dus best schoon. Ga ik even kijken, want we hebben dat hoofdstel ook wel volgens mij. Ik vind deze er wel cool uitzien. Die ga ik ook kopen. Ik vind deze er ook cool uitzien. Ik ga het gewoon allemaal kopen. Even bij leuke dekjes kijken. Ik vind deze ook wel cool. Of deze. Deze is niet zo heel duur. Alleen ik weet dus niet of je dingen ook kan combineren. Of dat het echt is dat als je een heel setje hebt, het dan pas werkt. Dus ik koop het gewoon. Kijk, die wil ik ook eigenlijk heel graag. Die vind ik gewoon cool. Oké, en gaan we nog ook even hier kijken. En ik wil ook nog wat eten kopen. Ja, die wil ik ook. En dan gaan we nu even kijken. Misschien nog leuke accessoires of zo. Misschien nog iets voor in het haar. Nee, dit vind ik allemaal niet mooi. En kijk, misschien is deze mooi. Want ik vind nu dat die manen bij Marley, dat die manen veel te lang zijn in vergelijking met hoe die pony het echt eruit ziet. Maar ik weet niet of dit dan mooi is om te doen. Ik denk dat ik dat voor de zekerheid gewoon niet ga doen. Oh, misschien is het nog leuk. Oh nee, dit kunnen we helemaal niet betalen. Ik wilde zeggen om een leuke stal te kopen, maar dat is allemaal veel te duur. Maar ja, misschien later. Oh, hier moet ik ook nog een paar van hebben. Zo, kan ik er weer even tegenaan. Want ja, we hebben nu wel 2 paarden, dus we moeten veel meer verzorgen en zo, denk ik. Nou, dit is ook het lievelingseten van Storm. Nou, we kunnen er weer even tegenaan, denk ik. En dan gaan we nu... Jee, we hebben weer iets behaald. Maar we gaan nu eventjes naar de stal. En gaan we denk ik bij beide paarden de accessoires en dat soort dingen aanpassen. Even kijken wat mooi is. En dan gaan we het eerst bij Marley doen. Ja. En misschien is het altijd nog wel leuk. Oh, wat kunnen we nu? We kunnen een pony doneren. Dus als we hem niet meer willen, kunnen we hem wegdoen blijkbaar. Nou, dat gaat mooi niet gebeuren. Nou, oh, wacht. Hier moeten we trouwens niet eens zijn. Nou, hij is verder gewoon oké. Moest hij hier zijn? Dan gaan we eventjes kijken wat mooi is. We hebben nu ook dit zadel. Ziet er best cool uit hoor. En verder hebben we nog geen ander zadel. Even kijken. Want deze horen dan bij elkaar. Ik weet niet of ik dat heel mooi bij elkaar vind staan hoor. En dit dekje hoort er denk ik ook bij. Oh, dat is wel echt heel erg. Aan de ene kant ook wel leuk, vind ik hoor. Het ziet er ook wel grappig uit. Oh, gaan we hem ook iets op zijn billen geven? In het echt heeft hij natuurlijk ook iets. Nee, oh nee, die bedoelde ik helemaal niet.
Maar ik weet niet, die hebben ze natuurlijk niet. Dus dan gaan we dat denk ik maar niet doen. Ik kan even kijken of we nog andere leuke dekjes hebben. Want deze vind ik ook cool. Die vind ik echt heel gaaf. Ja, we gaan het gewoon met dat dekje doen. En dan... nou... misschien is met zo'n zadel het dan wel leuker. Oh, dat ziet er ook wel grappig uit. Ik vind met deze op zich wel mooi. Zou ik voor bruin gaan of meer roodbruin? Zo dan. Zo, ik vind dit er wel echt heel leuk uitzien. Even kijken, nog iets in de maan of zo. Oh, we hebben nu ook een roze rozet. Nee, dat gaan we maar niet doen. Dit is prima. Dan gaan we Storm wel leuk aankleden en zo. Dan gaan we van haar maar een prinsessenpaard maken. Met dit allemaal. Zo, eigenlijk is ze zo klaar. Misschien nog andere hoefijzers. Oh, kunnen we ook eigenlijk deze doen. Of deze. En wat ik jullie trouwens ook nog moet vertellen... is dat we weer naar een nieuw gebied kunnen. Met het nieuwe paard, Marley. Want ik had dus zo vaak quests of opdrachten gereden... dat ik uiteindelijk ook weer naar een nieuw gebied mocht. Dus daar gaan we het nou ook eventjes verkennen. En ik ben er zelf nog niet geweest. Ik dacht, ik wil het echt bewaren voor in de video. Want dan kunnen we ook meteen eventjes nieuwe... dieren op de foto zetten en zo. Ook eerst even rondkijken. Oh, daar is al meteen een rare slang hier. Even kijken, is hier nog iets? Nee. Nou, dan kunnen we, denk ik. Wauw. Oké, zullen we hier links? Want hier kan je volgens mij op een landgoed. Wow. Oh, ik blijf staan. Ik wil hier even kijken. Wow, dit is echt niet normaal. Kijk, zijn hier eigenlijk nog dieren? Oeh, een pauw. Wat cool. Nou, dan gaan we weer verder. Joh, je zou maar een pauw in je tuin hebben. Oh, ik vind die echt leuk. Echt mooi. Yay. Oeh, doorrijden. Is hier iets? Oh nee, dat is... ik dacht dat... ik ben helemaal in de war. Ik dacht dat daar een heel apart dier was. Oh nee, dat is gewoon ook een hond. Dus ik wilde stoppen. Alleen toen kwam er een sprong. En toen was ik helemaal in de war. Yay. Nou, we hebben niet... Oh, daar heb je weer zo'n slang. Nee. Nou, gaan we gewoon naar het einde. En misschien even nog een ergens rijden. Toch? Oh, we kunnen nog een trucje leren. Aan onze paarden. Nou, gaan we nog eventjes hier rijden. En ja, ik ben ook benieuwd hoe het er hier uitziet. Cool. Oh, ik vind het echt heel gaaf. Ik vind het nog leuker dan het strand, denk ik. Voor een mooie uit... Oh, dat wilde ik niet eens. Kijk, wow. En daar. Oh, ja, die hadden we nog niet. Wow. Zit hier gewoon zo'n vos of ja, een wolf of zo. Dat ons paard niet bang is. Nou, wat gaan we doen? Gaan we hier rechts of omhoog? Dan, ja, ik denk dat omhoog wel cool is. Wow. Even kijken hoor. Ik vind het hier zo gaaf. Wauw. Oké, weer gauw door. Zullen we hier nog een keer omhoog? Zullen we dat gewoon doen? Ja, we gaan hier nog een keer omhoog. Ik ben wel benieuwd. En je kan trouwens ook een prijs krijgen voor heel veel enge situaties tegen te komen. En in elk gebied heb je denk ik een enge situatie, maar die, ja... Oh, heb je hier nog iets? Wat is dit? Yay, nog een nieuwe. Maar we zijn er nog maar eentje tegengekomen. Wow, daar heb je hem weer, die wolf. Jeetje. Nou, we zijn wel weer bij het einde. Wow, ik wil eigenlijk nog een rondje rijden. Laten we dat maar gewoon doen dan. Toch? Of niet? Ik wil wel graag nog een rondje. Gewoon alles eventjes verkennen. En misschien dat we weer een wild paard tegenkomen in deze. Oh ja, daar is hij. Oké, daar gaan we dus maar meteen achteraan. Kom, Marley. Ik ben zo gek. Oké,
oké, nu snel. Snel. Snel achter het wilde paard aan. Hij galoppeert niet zo snel. Yes. Krijg ook weer even een boost van. Wow, kijk daar links. Wow, staat gewoon een leeuw. Volgens mij hadden we die net ook al. Of ja, een leeuw. Een katachtige. Die hadden we volgens mij net ook al op de foto gezet. Wow, je kan hier te veel springen. Kan je hier zo? Wow, yay. Wow, we halen hem gewoon bijna in, joh. Jos, geen beweging. Nou, gaan we meteen even bij die pony kijken. En er bevriend mee raken. Maar daar moet je dus nog een keer voor terugkomen. Om er echt bevriend mee te raken. Oké, gaan we kijken wat hij lekker vindt. Om waar hij fijn vindt om gekroeld te worden. Volgens mij kunnen we niet verder krijgen. Want je zag dus zo'n donker paar stuk. Oh, die vindt hij niet fijn. Maar dat moeten we ook weten. Ja, oké. Hij vindt deze kat niet fijn. Misschien dan hier wel. Nou, ja. Gaan we even kijken wat hij lekker vindt. Misschien een appeltje. Nou, reageert hij helemaal niet op. Vind ik zo zonde van mijn eten. Of van mijn geld, maar ja. Misschien deze. Ik pak gewoon de dingen waar we nog het meest van hebben. Oh, dat vindt hij helemaal niet lekker. Misschien vindt hij deze lekker. Oh, nu heeft hij geen honger meer. Dan gaan we naar Marley toe. Yay! We hebben hier weer iets behaald. Yay! Oh, ik vind het dekje wel echt heel cool hoor. Ik hoop dat Feline, als ze dit kijkt, ook heel mooi vindt. Nou, die voelt zich helemaal geliefd blijkbaar. Misschien dat hij hooi lekker vindt. Nou, reageert hij niet op. Bij Storm is trouwens wel zijn lievelingseten hooi. Hij moest dus rust en eten krijgen. Toen gaf ik hem hooi. En toen was dat opeens zijn lievelingseten. Dus ja, dat wilde ik nog vertellen. En wat er ook nog was gebeurd toen ik niet had opgenomen. Toen deed ik zo'n opdracht en toen moest ik iets zoeken tijdens zo'n buitenrit. Wat er toen was, was dat er in die tas blijkbaar briefjes zaten. En ik moest naar die jongen toe bij ons huis, moest ik dat laten zien. En toen moest ik naar de winkel en toen moest ik die briefjes weer daar laten zien. En hij zei, ja, ik weet helemaal niks. En toen, ja, dat was het. Dus ik dacht, er is misschien iets van een mysterie wat later nog komt. En dat wilde ik eventjes met jullie delen. Want ik wil natuurlijk wel, als ik dan toch iets doe wat ik dan niet opneem. Of niet kon opnemen omdat mijn camera leeg was. Wil ik dat jullie natuurlijk wel vertellen. Dus nu zijn jullie weer even bijgepraat. Verder was er niks meer gebeurd. Dan denk ik dat ik het hier maar bij gelaten. Ik weet ook echt niet hoe lang de video is geworden. Omdat ik het in twee delen heb opgenomen. En ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Ook omdat we nu een nieuw paard weer hebben. En ik ga denk ik weer gewoon proberen zoveel mogelijk geld weer binnen te krijgen. En dan kunnen we weer een nieuw paard kopen. Misschien eens een grijze fjord of een stippenpaard. Of ja, dat wel leuk. Als jij een leuk ras weet of een leuk kleurtje, vertel het me dan zeker hieronder in de reacties. En dan ga ik daar zeker iets mee doen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gameplay van Pony Friends 2. En dan tot de volgende keer. Doei doei!